Gevestigd de residentie van de directeur. Tevens worden hier de vergaderingen van het bestuur gehouden. Op deze plaats worden de beslissingen over het wel en wee van Westergoos bedrijven genomen. Hier ziet u de montage van het onderstel van de beroemde Westergo kleuterstoel. Thank you.
Door gebruik van diverse zaag-, frees- en schuurmachines wordt het hout op de juiste lengte en dikte gemaakt. Daarna wordt door middel van een laagje lak de laatste hand gelegd aan een nieuw stuk schoolmeubilair. Op de stoffeerafdeling wordt onder andere oude stoelen en bankstellen van een nieuw stofje voorzien. Op de lasserij en enkele mensen op de afdeling montage na wordt er met man en macht gewerkt aan de productie van campingbedden. Voordat deze
voor u in de winkel te koop zal staan, moeten eerst de volgende handelingen worden verricht. Nadat de buizen op de juiste manier zijn gebogen, worden ze voorzien van gaten, scharnieren, gaffelstukken enzovoort. Nadat er de gaten voor de veren in zijn geperst, gaan alle onderdelen naar de afdeling montage, waar ze verder worden behandeld. Als de frames geheel gereed zijn, gaan ze naar de volgende afdeling. Hier worden de matrasjes voorzien van pennen en veren en op de frames gespannen.
volgt nog de laatste handeling. Na het krimpen zijn deze voor de verkoop gereed. Mocht u reeds een campingbed hebben of gaat u er binnenkort een aanschaffen, dan is de kans zeer groot dat die op deze manier is gemaakt hier bij Westergoos Bedrijven. Afdeling Hottingenstraat worden weer geheel andere werkzaamheden verricht. Ook bezit Westergoo een administratief centrum,
waar diverse stencil- en drukwerken worden verricht. De afdelingen in Franeker.